Een hele goede voormiddag. Ik ben heel blij en dankbaar hier te mogen spreken namens Jongerenpastoraal IED Vlaanderen. Paus Franciscus wil de stem van jongeren horen en deze laatste die maken maar al te graag een selfie met hem. Er zijn andere tijden geweest en dat maakt het voor ons veel makkelijker werken en vermoedelijk hopelijk ook voor jullie binnen het vak katholieke godsdienst. De jongerensynode onder de titel Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping vond plaats in oktober 2018 te Rome. Zij werd voorbereid door een jongerenbevraging, een vragenlijst. Ook hier in Vlaanderen is daar een vertaling van gemaakt en een presynode in Rome. Hierbij kwamen maar liefst 300 jongeren uit heel de wereld bijeen om aanbevelingen en reflecties voor te bereiden voor de bisschoppen van de eigenlijke jongerenconferentie een half jaar later. Annelien Bonen, onze directrice, nam deel aan de presynode en sprak er ook namens het continent Europa en was getroffen door de manier waarop ze elkaar onderling begrepen en eigenlijk makkelijk tot consensus kwamen in de uitwisselingsgroepen. De jongerensynode zelf verliep ook veel gemoedelijker dan de gezinssynode enkele jaren eerder. Minder controverse, meer vrijmoedigheid en hoop. Ik wil u vandaag graag iets vertellen over de jongerensynode en specifiek dan over de zinvragen die jongeren zich stellen in een context die ik zal typeren als een cultuur van voorlopigheid. Ten tweede over gelovige jongeren en waar zij dan nood aan hebben, namelijk tochtgenoten in een cultuur van bemoediging. En tenslotte de implicaties van dit alles voor het vak katholieke godsdienst. En ik wil het dan eigenlijk hebben over een aantal drempels waar volgens mij kansen liggen. Naar aanleiding van de resultaten van die jongerenvragenlijst hier in Vlaanderen werd Monseigneur Coquerolles geïnterviewd door Tertio. Het artikel kopte existentiële vragen leven bij jongeren. Dus moest u er nog aan twijfelen, jongeren stellen zich wel degelijk zinvragen. Een half jaar later, op de presynode, verwoordden de jongeren zelf enkele voorbeelden van de vele levenskeuzes die zij dienen te maken. Ik citeer hem. Bepalen van onze studiekeuzes. Kiezen van ons beroep. Van onze overtuigingen, geloofsovertuiging. Het ontdekken van onze seksualiteit. En het maken van levenslange verbintenissen. En dan is het eigenlijk niet zo moeilijk of niet zo verwonderlijk dat ze zich zinvragen stellen. De jongerensynode zelf heeft deze bevindingen zeer fijn erkend en gesitueerd in een cultuur van voorlopigheid. Levenslange engagementen en definitieve keuzes liggen bijzonder moeilijk bij jongeren. Liefst houden zij zoveel mogelijk opties open. Veelal uit schrik om de verkeerde keuze te maken. Het slotdocument van de synode geeft dat ook aan. En ik ga het citeren. De adolescentie kan geen opgeschorte tijd blijven. Het is het tijdperk van keuzes. En dat is juist zijn aantrekkingskracht en zijn grootste taak. Jongeren nemen beslissingen op professioneel, sociaal, politiek vlak en die zullen hen een beslissende configuratie geven. En deze grootste taak is niet te onderschatten en geven vele jongeren stress. Het is onze opdracht hen hierbij te helpen. Niet door het voor hen in te vullen, hoe dan wel, waar hebben jongeren nood aan? Daar kom ik graag verder uitgebreid over in het tweede gedeelte. Jongeren hebben volgens mij nood aan tochtgenoten en referentiefiguren in een woestijn van existentiële vragen, met zoveel richtingen, vele opties en weinig oriëntatiepunten. Tochtgenoten die een eind meewandelen en mee willen helpen zoeken in die woestijn.
Iemand die misschien ook verschillende oaseplekken kent. Of referentiefiguren. Referentiefiguren als sterren aan de hemel in die woestijn, die je helpen oriënteren, waaraan je je kan spiegelen. Mensen die een toekomstperspectief geven van wat mogelijk is en tegelijk dicht genoeg staan, zodat het als haalbaar beschouwd kan worden. Jongeren op de pre-synode hebben dat zelf eigenlijk heel goed aangegeven. Ik citeer. Jongeren willen authentieke getuigen. Mannen en vrouwen die hun geloof in relatie tot Jezus hartstochtelijk beleiden. En ook anderen aanmoedigen om zelf dichter bij Jezus te komen, hem te ontmoeten, hem lief te hebben. Ik denk dat dit een niet mis te verstaande oproep is van gelovige jongeren. De jongerensynode zelf, een paar maanden later, herneemt dit beeld van tochtgenoten en hangt haar hele slotdocument op aan de dynamiek van de Emmausgangers, waar Jezus zelf onze tochtgenoot wordt. Hij luistert naar de ervaringen van de leerlingen, naar hun vreugdes en verdriet. Ontsluit de schriften, breekt het brood en doet hun harten ontbranden, waardoor ze opnieuw hun plaats vinden, hun dynamiek vinden, te midden de groep van leerlingen in Jeruzalem. De leerlingen gaan over van ontgoocheling naar nieuwe bemoediging. In navolging van Jezus worden wij geroepen om tochtgenoten te worden van jongeren en hen te bemoedigen. Want jongeren vandaag hebben misschien evenzeer nood aan bemoediging als de Emmausgangers van toen. Herinner u de cultuur van voorlopigheid waar ik het over had. Tijdens de synode heeft Monseigneur Van Looy enkele opmerkelijke uitspraken genoteerd, waaronder de volgende van jezuïet Antonio Spadaro. Google geeft geen antwoorden, dient niet en God is geen kalmeermiddel. In de woestijn aan levenskeuzes en de cultuur van voorlopigheid is religie geen middel tot vluchten, weg van de realiteit of tot sussende, indommelende antwoorden. Jongeren hebben nood aan bemoediging en aan een cultuur van durf in plaats van voorlopigheid. De synode stelt voorop dat de kerk jongeren niet mag misleiden met enerzijds minimale vereisten of anderzijds te strikt vooropgestelde regels. Integendeel, durf en vertrouwen staan voorop. De synode verwijst hierbij naar Jezus die zelf tegen jongeren zegt: sta op, groei, en hen vervolgens tot leven roept. In het slotdocument van de synode verwijzen ze zelf ook naar het verhaal van de dochter van Jairus. Op de Wereldjongerendagen in Krakau 2016, op de slotwaken, riep Paus Franciscus ons op tot durf met de volgende woorden. In het leven is er een soort van verlamming die voortkomt uit het verwarren van geluk met een zetel. Lieve jonge mensen, wij zijn niet ter wereld gekomen om te vegeteren, om het gemak te kiezen om van ons leven een zetel te maken waarop we in slaap kunnen vallen. Nee, wij zijn er om een andere reden, om een stempel achter te laten. Vrienden, Jezus is de Heer van het risico, het eeuwige meer. Jezus is niet de Heer van het comfort, de veiligheid, het makkelijke. Jezus volgen vraagt een grote dosis moed. Een bereidheid om de zetel te ruilen voor een paar stapschoenen en om nieuwe onbegaande wegen te kiezen. Duidelijker kon het niet klinken. En hij stelt ons daarbij tot driemaal toe de vraag: kunnen wij de wereld veranderen? Het positieve antwoord klonk alsmaar luider. Jongeren hebben nood aan bemoediging en mensen die in hen geloven, omdat we alle kind van God zijn, geroepen tot heiliging. Binnen 2 dagen vertrekken wij naar Panama. Ik hoop dat die jongeren daar een even grote bemoediging mogen ervaren als toen.
en engagement. Volgens mij zit daar net een kans, een vindplaats van antwoorden, van zin. De jongeren op depressienode hebben het over ervaringen van tussenjaren of ervaringen van dienst in een beweging of een liefdadigheidsorganisatie. Of je er nu direct een jaar voor tussenuit moet, weet ik niet, maar deze ervaringen kunnen het verschil maken en een vindplaats worden van antwoorden. De jongerensynode zelf herneemt dit thema en verwoordt het als volgt. Maatschappelijke betrokkenheid en direct contact met armen blijft een fundamentele kans om het geloof te ontdekken of te verdiepen en je eigen roeping te onderscheiden. Community service learning, sociale dagen, allemaal voorbeelden van kansen tot sociale participatie, waarbij de daaropvolgende reflectie van wezenlijk belang is. In de reflectie ligt het onderscheidend werk, maar je hebt in eerste instantie een ervaring, een beleving nodig. Iets waar dat jongeren echt nood aan hebben, aan een beleving. En dat maakt vaak het verschil en het zet hen op weg. Nu de term roeping gevallen is, wil ik daar graag even wat duiding bij geven. Niet in het minst omdat dit een centraal begrip was op de jongerensynode. Roeping wordt hier veel ruimer gedefinieerd dan de roeping tot het gewijde leven. Roeping wordt hier begrepen als het zoeken van je eigen levensweg. Je volwaardige plek vinden in de samenleving en indien gewenst ook in de kerk. Hoewel godsdienstonderwijs en jongerenpastoraal heel verschillend zijn, kunnen we elkaar vinden in de ondersteuning van jongeren in hun zoektocht naar hun roeping. Het eenheidsvormend principe van roeping wordt in de jongerensynode zelf als volgt erkend. Roeping is de kern waar rond alle dimensies van de persoon zich verenigen. Het is daarom zeer belangrijk te verduidelijken dat enkel in de roepingsdimensie het gehele pastorale leven en werk een eenheidsvormend principe kan vinden, omdat het daarin zijn oorsprong en zijn voleinding kent. Met andere woorden, wij zijn allemaal bezig met roepingen pastoraal. Zelf leven als geroepenen en anderen aanmoedigen hun roeping te onderscheiden. En wat betekent dit alles nu voor het vak katholieke godsdienst? Graag geef ik hierbij enkele denkpistes. Vanuit de overtuiging dat er een aantal drempels zijn waar we jongeren over kunnen helpen als getuige, specialist, moderator, kortom, de gsm-functie van de leerkracht. Je hoort het wel vaker. En het klonk ook op de presynode. Jongeren zijn wel spiritueel, maar niet religieus. En dan denk ik, jongeren zijn ook gewoon kinderen van hun tijd. Spiritualiteit ligt nu eenmaal beter in de markt vandaag, religie heel wat minder. Paus Franciscus merkt in Gaudate et Exultate zelfs iets gelijkaardigs op binnen in de kerk. Dwaalleren van de vroegste christelijke tijden die nog verontrustend actueel zijn. Een God zonder Christus. Christus zonder kerk. Een kerk zonder volk. En ik ga die driedeling ook hanteren voor het verdere verloop. Jongeren hebben nog wel iets met God als een kracht, een iets, ten opzichte van niets. Maar God als Vader, Zoon en Heilige Geest ligt al heel wat moeilijker. Als we het hebben in de les over God en Jezus. Welke godsbeelden en Jezusbeelden brengen wij dan binnen in de klas? Wordt het een les met verhalen over eekhoorns? Of over een man die 2000 jaar geleden leefde? Of over een man met durf en verlossing? God
onder ons. Laten we herbeginnen bij Jezus Christus. En nu citeer ik niet geheel toevallig de titel van het nieuwe boek van Monseigneur Bonny. Onlangs hoorde ik op de radio Frère Bernard-Joseph van Orval. Het ging over het atheïsme en de kansen die daarin liggen. Zijn reactie is vaak, als hij iemand ontmoet die zich bekent tot het atheïsme, ah, vous êtes athée. De quel dieu? Atheïst van welke god? Ik ben namelijk zelf ook atheïst van een god met een lange witte baard bovenop een wolk. Monseigneur Bonny heeft een soort gelijke ervaring bij klasbezoeken. En hij vertelt in het interview onlangs in Tertio verschenen, ik besloot het over een andere boeg te gooien en zeg nu, ik geloof niet in die God die jij voor ogen hebt. In wie dan wel? Als christen volg ik Christus en hij spreekt mij over zijn vader. Als wij willen weten wie God is, dan moeten wij leren luisteren. Luisteren naar wat Christus over zijn vader zegt en zien wie Jezus zelf was. Terug naar de jongerensynode. De jongeren zelf op de pre-synode geven hierbij duidelijk het belang aan van de schrift. En ik citeer hen. Een manier om de verwarring over de persoon van Jezus op te lossen, bestaat er in jongeren weer kennis te laten maken met de schriften, zodat ze de persoon van Christus, zijn leven, zijn menselijkheid ten diepste zouden kunnen begrijpen. De ontmoeting met Christus moet gevoed worden. Jongeren hebben soms nog wel eens iets met Jezus, maar met kerk. Welke kerkbeelden brengen wij binnen in de klas? Hebben leerlingen al gehoord van de Wereldjongerendagen? Of een kerk die de tijd neemt om naar jongeren te luisteren? Ik wil hier een warme oproep doen. Neem de kans om de kerkbeelden die de media ons voorschotelen in dialoog te laten gaan met andere, positievere en meer levendgevende kerkbeelden. Als jongeren al een kerk kennen, dan vaak één zonder volk. Kerk als Gods volk onderweg. Wat betekent dat? Welke beelden van christenen vandaag in onze samenleving brengen wij binnen in de klas? Kunnen leerlingen zich met hen identificeren? Kunnen leerlingen zich aan hen spiegelen? Mag ik hierbij een tip geven? Om eens een volwassen die zich net heeft laten dopen of vormen aan het woord te laten. Ze worden steeds talrijker en tonen ook de diversiteit van onze Vlaamse kerk. Zij hebben de weg van het catechumenaat afgelegd en hebben een bewuste keuze gemaakt. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Je voelt jammer dan naar boven komen. Op Kerknet zijn er prachtige getuigenissen. Neem die mee binnen in de klas. Bij al deze drempels, en ik ben mij heel bewust dat het drempels zijn, hebben we getuigen, specialisten en moderatoren nodig. Want hier liggen kansen om Jezus Christus te ontmoeten en diens onvoorwaardelijke liefde te omarmen. Om de kerk als een barmhartige thuis te ontdekken die niet geprefabriceerde antwoorden voorleeft. De specialist in jullie wordt aangesproken om te recontextualiseren. Tussen toen en vandaag is de context heel verschillend. Maar het goede nieuws is hetzelfde. Al vraagt dat hermeneutisch werk. Jongeren op de pre-synode verwoorden de uitdaging als volgt. Het christendom wordt dikwijls beschouwd als iets uit het verleden.
en haar waarde en relevantie in ons leven worden niet langer begrepen. En hier ligt precies ons werk. Het christendom niet presenteren als een museum met historische voorwerpen en oude gebruiken, maar als voedsel voor vandaag, waar mensen van leven en zich van daaruit inzetten. De specialist in jullie wordt ook aangesproken wanneer controversiële onderwerpen vragen om een duidelijk, eerlijk en tegelijk empathisch antwoord. De jongerensynode erkent de uitdrukkelijke vraag die jongeren een paar maanden eerder op de presynode stelden naar uitleg, naar verduidelijking waar de kerk nu voor staat als het komt ook bij controversiële onderwerpen. En ik citeer uit het slotdocument van de jongerensynode zelf. De jongeren vragen een duidelijk woord van de kerk. Ze drukken duidelijk het verlangen uit van een begeleiding over kwesties die handelen over het onderscheid tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, over de wederzijdse band tussen mannen en vrouwen en over homoseksualiteit. Einde citaat. Maar evengoed, kwesties rond schepping, ecologie en armoede. Of nog, interreligieuze dialoog en vrede. Het is een zeer moeilijke oefening, waarin de expert in u jongeren kan helpen oriënteren in het huis met vele kamers die de kerk is. Welke kerkbeelden geef ik mee aan mijn leerlingen? Hoe concreet leven als christen vandaag vrijmoedig en in navolging van de radicale barmhartigheid van Jezus Christus? De getuigen. De getuige in jullie wordt aangesproken omdat jullie vaak zelf het enige regelmatige contact zijn met de kerk die jongeren hebben. Vertel hen hoe u binnen geloof en kerk zin voor het leven vindt. De kracht van een getuigenis zit hem volgens de presynode in het feit dat een echte persoonlijke ervaring niet in twijfel kan getrokken worden. Evangelii Gaudium zegt het met nog sterkere woorden. Ook in deze tijd geven de mensen er de voorkeur aan naar getuigenissen te luisteren. Zij dorsten naar authenticiteit. Zij vragen om verkondigers van het evangelie die spreken over een God die zij kennen en hen vertrouwd is, alsof zij de onzichtbare zagen. Het vraagt lef, enthousiasme en vrijmoedigheid. Dit zijn misschien wel uw stapschoenen, waar Paus Franciscus naar verwees tijdens de vorige Wereldjongerendagen. Vooraleer je je hierin misschien overbevraagd voelt, wil ik graag twee punten binnenbrengen ter uwer bemoediging. Ten eerste, authentiek getuigen sluit kwetsbaarheid allesbehalve uit. Jongeren op de presynode zelf verwoorden het als volgt, en ik citeer hen. Jongeren willen getuigen leren kennen die authentiek het pad van de heiliging gaan. Weten dat hun rolmodellen op vlak van geloof authentiek en kwetsbaar zijn, maakt het voor jongeren mogelijk om zich in alle vrijheid eveneens authentiek en kwetsbaar op te stellen. Ten tweede, mag u medestaanders vinden in je getuigenfunctie bij IED Jongerenpastoraal. Vele artikels over gelovige jongeren op onze website, maar ook op onze Facebook en Instagram, kunnen als authentieke getuigenissen binnengebracht worden in de klas. Je staat er niet alleen.
En tenslotte de moderator. De moderator in juli wordt aangesproken omdat we onderscheidend te werk willen gaan. Nog zo een kernbegrip uit de jongerensynode. En dan heb je verschillende stemmen nodig. Als moderator kan je je leerlingen uitdagen om nu zelf hun overtuiging, hun geloofsovertuiging te onderscheiden. Goed luisteren en de juiste reflectievragen zijn daarbij van wezenlijk belang. Laat ik hier afsluiten met nog een woordje van dankbaarheid en samenwerking. In de brochure van de Bisschoppenconferentie, het vak Rooms-Katholieke Godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap, staat het reeds expliciet. En ik citeer. Vandaar onze vraag dat katholieke dialoogscholen, daarin gesteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, niet enkel werk zouden maken van het vak godsdienst, maar ook zouden zoeken naar nieuwe en creatieve vormen van het pastoraal op school. En hier komt het. In katholieke dialoogschool kunnen onderwijs en jongerenpastoraal elkaar ontmoeten en ondersteunen. Dat ik hier vandaag spreek, is daar al een heel hoopvol teken van. Mijn uitdrukkelijke dank daarvoor. En deze ontmoeting waarover hier sprake, kan heel concreet op paasmaandag 22 april op de Interdiocesanedag samengeroepen. Een dag van getuigenis en ontmoeting, van vorming en vieren. In Mechelen voor jongeren, volwassenen, leerkrachten, gezinnen en koppels. Allen eigenlijk die zich bij, met en voor jongeren inzetten. Monseigneur Coquerolles zal er uit eerste hand vertellen over wat we kunnen leren van de jongerensynode. En daarna is er een aanbod aan 5 verschillende werkwinkels. U ziet de prominente namen die zich verantwoordelijk hebben gesteld. Dat belooft veel goeds. Grasduin daartussen en schrijf u in. Vervolgens, haal bij IED Jongerenpastoraal lesimpulsen en getuigenissen van een jonge en levendige kerk. www.godsdienstleerkrachten.ied.be. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en voed u zelf aan die levendige jonge kerk. Verwijs als schoolpastor, als godsdienstleerkracht, bepaalde leerlingen door naar IED Jongerenpastoraal, zoals een huisarts doorverwijst naar een specialist. Niet omdat katholiek zijn een ziekte is, maar omdat Jezus gekomen is om ons te bevrijden. Laten we het goede nieuws samenbrengen. Dank je wel.